Mijn naam is Arjen Kapteins. Ik ben wethouder verantwoordelijk voor de energietransitie voor mobiliteit en grondstoffen hier in de stad Den Haag. Welkom in Den Haag, zeg ik er maar meteen bij. Wij zijn in Den Haag als een van de laatste steden van het land eind vorig jaar geconfronteerd met netcongestie. Dat gold voor grootverbruikers in grote delen van het centrum en in Scheveningen. We zijn er heel erg van geschrokken. Dat heeft ook een enorme impact op onze stad. We zijn er nu met elkaar de schouders onder aan het zetten om de effecten daarvan zoveel mogelijk te beperken. Maar ook te werken aan de oplossing. Nou, dat doen we op een aantal manieren. Belangrijk is natuurlijk proberen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dat doen we, daar helpen we onze bedrijven ook bij met subsidies. Met gemeentelijke subsidies, maar ook met advies en concreet zoeken naar oplossingen. We zijn betrokken bij congestiemanagement. Dus we zijn samen met steden aan het kijken waar zit nog stroom in het net wat niet altijd gebruikt wordt en kunnen we dat op een andere manier inzetten. Daar zijn we als gemeente ook zelf bij betrokken, want we zijn natuurlijk zelf ook een groot verbruiker van elektriciteit. Maar we betrekken daar ook de Rijksoverheid bij, die natuurlijk heel veel gebouwen heeft hier in Den Haag. En wat daar ook heel belangrijk bij is, is voor het oplossen van de netcongestie. Er zijn natuurlijk enorme investeringen voor nodig. Dat is primair de verantwoordelijkheid van de netbeheerders. Maar waar we als gemeente natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, is te kijken hoe we die ingrepen in de fysieke omgeving, hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Er moeten honderden stroomverdeelpunten bijkomen in de stad als Den Haag. Eén op de drie straten moet open voor 2032 om extra kabels, nieuwe kabels aan te leggen om dat net te versterken. Dat kan alleen als we daar echt goed in samenwerken. Daar hebben we een taskforce voor. Dat betekent dat we echt die ruimtelijke claims nu al aan het intekenen zijn op alle kaarten. En ook wat dat betekent. Dat is ongelooflijk belangrijk om vaart te kunnen maken, maar ook om de hinder voor onze bewoners en voor onze ondernemers in de stad te kunnen beperken. Ja, want we werken toe naar een nieuw energiesysteem richting 2050. We hebben daar als stad Den Haag ook enorme ambities in. We willen als Den Haag, zeker als stad aan zee, ook onze voorbeeldrol pakken waar het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. We moeten af van fossiele brandstoffen. En dat betekent heel veel. Dat is ook waarom we meer stroom gaan gebruiken natuurlijk. Daar zijn een aantal dingen belangrijk bij. We hebben in Den Haag warmtenetten nodig om onze huizen te gaan verwarmen. Waarbij we gebruik maken van natuurlijke bronnen zoals geothermie. Dat ontlast ook weer het stroomnet op de lange termijn. Maar dat zijn hele grote ontwikkelingen waar we elkaar heel erg hard bij nodig hebben. En wat allemaal ook nog op de achtergrond meespeelt bij de aanpak van netcongestie. Ik hoop u allemaal te zien in Den Haag op 25 september. Tot dan.